film is vooral gebaseerd, uiteraard, dat is ook naar het meest normaalste, de Frank zelf. Dat was zijn discotheek, het is zijn waanzinnige tempel. Frank Verstraeten is op zijn minst een speciaal figuur te noemen, ja. We gaan een keer naar de Jolion, we gaan naartoe. Mijn vrienden naartoe gereden. De vrouwen die dan naar boven kwamen, ja, die konden wij niet verzinnen. Dat overtreft onze fantasie. Jean-Pierre van Rossum kwam er heel regelmatig met zijn mokkes. En zeker, man, kom je inderdaad in die mijnroom en je ziet daar die spin voor je. En daar, we stonden daar met 3-4 man. En we dachten, dat is hier niet gewoon, hè. Ik ben Kevin Meul en ik ben scenarist van beroep. Het idee van de film komt van Robin, omdat dat is eigenlijk een Johnny in vermomming. Het is te zeggen, die heeft er altijd spijt van dat hij te laat geboren is en nooit in de Zillion zelf is kunnen gaan feesten. En dan was dat oorspronkelijk als een soort serie-idee gepitcht bij Woestijnvis, productiehuis. Voor zover dat je Frank Verstraeten kunt leren kennen, heb ik het gevoel dat we hem wel een beetje hebben leren kennen. Als Frank confetti gooide in een andere discotheek, gooide ze confetti. Maar Frank die gooide een camion confetti, in manier van spreken. Hè. Dat was niet zomaar van, we gaan hier zo wat confetti. Nee, dan moet zomaar hier een schuim of bubbels voor machine of zoiets. Dat was niet van, hier zijn wat bubbeltjes aan het gaan. Dat moet hier, dat klopt maar hier. Deze is eigenlijk de hoofdzaal. Ja. En hier is het technologisch het meeste eigenlijk te zien eigenlijk. Alles beweegt hier, dus de vloer waar je nu op staat, die gaat in vrije val naar beneden. Dat middenpodium gaat omhoog omlaag. Ik wist natuurlijk wie dat ik was. Dus ik heb daar weinig last van gehad. Ik heb hem ooit eens een keer met zijn buffalo's en al van de grond gepakt. Mijn schouwers gedouwd. En ik was onderweg van de parking om hem in de valbak te gooien. Ik ben heel sterk. Dat heb ik ook van moeder natuur meegekregen. Ik heb een heel sterk karakter ook. Dus mij kunnen ze niet gemakkelijk van slag brengen. En dat kan ik perfect wel goed gebruiken in de job dat ik doe. In het moderne uitgaansleven spelen security teams een grote rol in de strijd tegen drugs en criminaliteit. Portiers staan hoog in aanzien in het nachtleven. Allee, dat zie je aan mij, dat stond met een kop geschreven. I'm not your average girl. Dus gebeurt dat wel eens iets, aftrekken, knal buiten. En film is film en realiteit is realiteit. Het zijn gewoon twee totaal verschillende dingen. Dat aquarium was er natuurlijk. In dat aquarium gebeurde ook heel veel. Het is inderdaad die, wat is dat, onderwater, balletdanserissen en toestanden. Uiteraard gebeurden die dingen allemaal. Soms was het heel opvallend dat die heel open sprak over alles en nog wat. Maar dan ja, moet je dat weer in vraag stellen van hoeveel dingen zijn waar en niet waar. En hoeveel dingen zijn consequent, want de ene keer beweerde hij het ene en de andere keer het andere. Die film is gebaseerd op waar gebeurde feiten, maar er is ook pakweg 50% is waar gebeurd, 50% is verzonnen. Maar zoals dat Robin onlangs in een interview zei, we hebben nooit de bedoeling gehad om mensen te kwetsen of om mensen pijn te doen met die film. Integendeel, wij hoopten, misschien een beetje naïef, dat er bepaalde discussies ontstonden door onze film. En die zijn ontstaan, maar misschien iets te zwart-wit en iets minder menselijk als ik had gehoopt of verwacht. Ik heb het persoonlijk een klein beetje moeilijk met de rol hoe dat Brigitta wordt neergezet. Of dat iedereen denkt dat Brigitta is. Daar heb ik het wel een wat moeilijk mee. Omdat ik die... Maar ik was 19, 20 jaar in tijd. Was just Miss België geworden. Die is letterlijk voor de leeuwen gesmeten. En ik heb daar altijd mijn vleugels rond. Altijd. Die kwam ook regelmatig bij ons van ver onder de deur. Die kwam altijd achter mij staan. Die scène is met Dennis Black Magic. Dennis, je gaat toch geen porno maken? Die zwabbert een beetje. Ik zou die iets stijver maken. Dennis, klopt het gewoon. Zeg nee, mama, ik ga geen porno maken. Ik ga porno mooi maken. Als je dan spreekt over het figuur van Dennis Black Magic, daar is er eigenlijk. Ja, toch best wel veel rond verzonnen. Dennis heeft daar ook niet echt die rol in gespeeld, gelijk als ze hem toedoen. Dus Dennis die is niet van begin af aan daarmee betrokken geweest. Als zij daar binnenkomt van, ik ga hier in die hal, Dennis was er niet bij. Maar we wilden eigenlijk ja, die band zo sterk mogelijk maken, omdat het dan emotioneel interessanter is om die nadien kapot te maken. De zedenfeiten waarvoor dat hij veroordeeld is,
die waren allemaal veel later. Dus dat was pas rond 2012 of zo dat gebeurd is. En de Zillion was eigenlijk 10 jaar daarvoor al gesloten. Maar wij vonden het eigenlijk belangrijk, dan heb ik het over mezelf en de regisseur, om dat toch in de film te gaan belichten. Al is het maar onderhuids of al is het maar subtiel, misschien te subtiel, maar in elk geval, wij vonden dat belangrijk om dat toch in de film te steken, dat dat personage van Dennis Blackmagic, je ziet dat hij charmant is, je ziet dat hij een soort invloed heeft of een aantrekkingskracht heeft, maar die heeft ook een heel, perverse kant dat wij echt wel in de film wilden tonen. Door mensen die dit niet meegemaakt hebben, in ieder geval dat ze dus moeite gedaan hebben om het goed te doen, die hebben die schoenen aan en die hebben de kledingstijl. Dat is precies zo van, wat gebeurt hier? Zo, ik ben 20 jaar terug. Dat is een scenario, dat zijn scripts, weet ik veel wat. Ik ben geen regisseur. Er is een film gemaakt rond die dingen. Voilà, punt. Knal. Bepaalde dingen zijn waar. Heel veel dingen ervan zijn uiteraard, het is ook film, een beetje overdreven. Ja, in filmtermen moet je af en toe een beetje gaan dingen samenvoegen of een beetje overdrijven of een beetje bepaalde personages samenvoegen om het als filmtaal te laten kloppen. Want op zich is het veel fragmentarischer. Die Zillion is 4-5 keer gesloten, is 4-5 keer weer geopend. En hij had ook die vriendin en die vriendin. Dus dat zijn allemaal zo losse flarden die in de film eigenlijk niet zouden marcheren. En daarom hebben wij toch het vloeiendste verhaal er proberen uit te distilleren.